Dit is het zevende deel van Moordbrigade Stockholm. Moordbrigade Stockholm. Een serie hoorspelen gebaseerd op de politieromans van Sjöwall en Walleu door Anton Quintana. Regie Ad Leupler. Fout gedaan. Nou, niets voor zover ik weet. Dan maak je niet ongerust. Ik liep hier alleen maar even naar binnen om met Melander te praten. Ik heb gevraagd of hij iets over me kon doen. Waar is die? Op de play, zoals altijd. Oh. Wat zit jou dwars? Punt wat? Nou, wat dacht je? Wat anders dan die berovingen. Gisteravond weer een in het Fanadispark. Ja, ik heb het gehoord. Een gepensioneerde die zijn hond uitliet. Gewoon van achteren neergeslagen. 140 kronen in zijn portefeuille. Een hersenschudding. Ligt nog in het ziekenhuis. Niks gehoord en niks gezien. Tje. Dus de achtste keer binnen 14 dagen. Die kerel slaat er nog eens in dood. Als iemand hem niet gauw pakt tenminste. Wat bedoel je met iemand? De politie, verdomme. Wie dan ook. Een patrouille in burger van de afdeling ordehandhaving van het 9e district was er een kwartier voordat het gebeurde. Zo, zo. En toen het gebeurde, waar waren ze toen? Toen zaten ze op het bureau koffie te drinken. Zo gaat het altijd. Als er een agent in ieder bosje in het Fanadispark zit, dan gebeurt het in het Vasapark. En als er een agent in ieder bosje in het Fanadispark en het Vasapark zit, dan duikt hij op bij de Uglevietfontein. Ja, en als er dan ook een agent in elk bosje zit? Dan gooien demonstranten het Amerikaanse handelscentrum in of steken de Amerikaanse ambassade in brand. Het is niet iets om grapjes over te maken. Dat doe ik helemaal niet. Ik voer het me alleen maar af. Die man weet wat hij doet. Je zou bijna denken dat hij radar heeft. Er is nooit een agent in de buurt als hij zijn slag slaat. Nou, stuur dat dan. Wie sturen? Wat sturen? De hondenwagen? Zodat die beesten onze mensen in burger dood kunnen bijten? Trouwens, die man van gisteren had ook een hond. En wat had hij eraan? Wat voor soort hond? Nou, hoe moet ik dat weten? Moet ik misschien die hond verhoren? Moet ik die hond hier laten komen en hem naar de place sturen om hem door Melander te laten verhoren? Een idioot sluipt in de parken rond en slaat mensen neer en hij begint over honden te leuteren. Ja, neem me niet kwalijk, eigenlijk was ik het. Bovendien heb ik je gezegd dat die man weet wat hij doet. Hij valt alleen weerloze mannetjes aan of vrouwen. En altijd van achteren. Wat zei iemand ook weer vorige week? Oh ja, hij sluipt als een panter uit de bosjes. Hm. Ja, dat is maar één manier hoor. Hoe dan? Er zelf op uitgaan. Verkleed als een weerloze. Daar kan ik niets komisch in zien. Ik zit tot aan mijn nek in een van de ergste series berovingen die ik ooit heb meegemaakt. En dan kom jij met allerlei lollige opmerkingen over honden en zo. Zal ik jou eens wat vertellen, Gunwald? Het zou je nog bijna lukken iets te doen waar me heel weinig collega's in geslaagd zijn. Namelijk me zo ontstellend te irriteren dat ik zelfs al. Punt staan mezelf beheersing te verliezen. Zo, zo. Ja, ja. En dan? Dag. Dag. Zeg, die naam schoot me er binnen op hetzelfde moment dat je de hoorn op de haak legde. Arvid Run. Ik heb hem ook in de telefoongids gevonden, maar bellen heeft geen zin. Waarom niet? Hij is in april overleden. Hersenbloeding. Maar tot het laatst zat hij in dezelfde branche. Hij had een uitdragerswinkel in Zuid, die is nou gesloten. Waar ben jij aan bezig? Oh, niks bijzonders. Martin was de naam vergeten van een heler waar we 12 jaar geleden achteraan gezeten hebben. Heb je hem toen te pakken gekregen? Nee. Maar je herinnert het je nog wel? Ja. Nou vraag ik me toch af hoe het in godsnaam mogelijk is dat je je de naam kunt herinneren van iemand die Reun heette 12 jaar geleden. Dat is toch geen bijzonders? Eerste districtbureau met de dienstdoende wachtcommandant. Pardon, wat zegt u? Wat? Of ik een detective ben? U spreekt met de dienstdoende wachtcommandant van het eerste districtbureau, met adjudant Larsson. Pardon, hoe was uw naam? En waar gaat het over? Pardon, ik heb het niet goed verstaan. Wat? Een wat? Een kat. Een man. Staat er een man op uw balkon? Ja, ik begrijp het. Hoe ziet hij eruit, zei u?
Ja, ik hoor u wel. Dun achterovergekamd haar. Grote neus. Juist. Wit overhemd. Middelgroot postuur. Bruine broek. Open. Wat? Oh, het overhemd, ja. Blauw-grijze ogen. Een ogenblik, alstublieft, mevrouw. Laten we elkaar goed begrijpen. Hij staat dus op zijn eigen balkon. Nou, neem me niet kwalijk, mevrouw. Het enige wat die man gedaan heeft, is op zijn eigen balkon staan. Wat doet hij nog meer? Op straat kijken. Nou, wat gebeurt er dan op straat? Niks. Wat zei u? Spelende kinderen. S'nachts ook. Zijn er s'nachts ook spelende kinderen? Oh, toch niet. Maar hij staat daar maar te staan, s'nachts. Nou, wat wilt u dat we doen? De hondenwagen erop afsturen? Er is geen wet die de mensen verbiedt op hun eigen balkon te staan, mevrouw. Een waarneming rapporteren, zegt u. Mijn god, als iedereen dat soort waarnemingen zou rapporteren, zouden we 3 agenten nodig hebben voor iedere inwoner. Bedanken? Moeten wij u bedanken? Onbeschaamd? Gedraag ik me onbeschaamd? Nee, maar luistert u eens, dame. Ze heeft opgehangen. Laat het erop, rotwijf. De mensen zijn gek. Vragen zich nog af wat je uitvoert. Waarom geeft de centrale zulke gesprekken door? Dat zou een directe lijn moeten zijn met het gekkenhuis. Je moet eraan wennen. En wat moet je eigenlijk met die koffer, Martin? Ga je op reis? Nou, nee, alleen maar voor een paar dagen naar Motala. Moet ik iets nakijken, begrijp je wel? Oh. Ja. Zeg, ik ben hooguit met een week terug. En Kolberg komt vandaag weer thuis, dus vanaf morgen werkt hij weer. Je hoeft je niet ongerust te maken. Ik maak me niet ongerust. De zaak is die roofovervaller. Ja. Ach nee, nee, niks. Als hij het nog 2 keer flikt, hebben we. Zo is dat. Dag. Ja. Met mij. Ben je nog niet weg? Nee. Ik logeer in Hotel Palace. Vond dat je dat moest weten. Hoe lang blijf je weg? Een week. Hoe weet je dat zo precies? Zeg Ingrid, gedag van me. En pas goed op jezelf. Dank je. Dag Lennart, met mij. Nee, ik wou alleen maar even checken of je al terug was. Wat ontroerend. Ja, hè? Ben je nog niet weg? Hoe gaat het met Gunn? Goed. Ze wordt met de dag dikker. Ja, het zal wel een tweeling worden als ik het zo bekijk. Ben over een week terug. Dat is me bekend. Dat moet jij in Motala doen? Nou, je weet toch wel die oude man die... Welke oude man? Nou, die lompenhandelaar die gisteren nacht in zijn huis gebrand is. Heb je dat niet gelezen? Heb ik in de krant gelezen, nou, hè? Nou, ik moet er helemaal een kijkje te nemen. Kunnen ze daar op hun eigen houtje geen gewone brand ophelderen? In elk geval hebben ze mij gewacht. Wacht eens even. Het is best mogelijk dat je dat je vrouw wijs kunt maken, maar ik stink er niet in. Ik weet bovendien heel goed wat ze gevraagd hebben en wie het gevraagd heeft. Wie is momenteel chef van de recherche in Motala? Albert. Precies. En bovendien weet ik dat je 5 vakantiedagen hebt opgenomen die je van je overwerker te goed had. Jij gaat dus naar Motala om met Aalberg in het stadshotel lekker te gaan zitten hijsen of niet soms. Tja, maar... Veel plezier. Pas goed op jezelf. Dank je. En Martin? Ja? Ga jij zalm vooraf vissen? Misschien. Of ben je alleen maar op de loop voor je nieuwe rang? Leuk ben je. Hoe is je nieuwe werkkamer, inspecteur? Beroerd, te veel lawaai. Zeg, heb je gehoord dat Gunvat Larsson nu bij ons is ondergebracht? Oh ja? Ja. Moet dat nou? Ik krijg nog eens een keer ruzie met die man. Nou, pas maar op. Hij weegt zeker 98 kilo. En is geloof ik beroepszwaargewicht geweest. Ja, en ik kan niet hebben dat je me in de maling neemt. Deed je dat? Ja, ik kon niet laten. Nou, ik moet mijn trein halen. Je doet je best wel, hè? Ja, jij ook. Op de zand vooral. Yeah. Goed, hè? Ja, dag.
Ik had het verdiend. Het was een drukke winter geweest, met veel werk en een afschuwelijk voorjaar. Ik kon goed opschieten met Aalberg. We zaten te drinken in het stadshotel of gingen er met de boot op uit. Ik had het naar mijn zin. Ik hoopte dat het een rustige zomer zou worden. En ik was vast van plan nergens emotioneel weer betrokken te raken. Ik gunde Gunwald zijn roofovervaller en zijn woede. De roofovervaller sloeg weer toe. Op 9 juni. Dat was op een vrijdag. Een dikke tante was de klos. Hij ramde het gezicht in elkaar met een boksbeugel. Oh, ik begrijp Gunwald en zijn woede wel. Maar zo is het nou eenmaal. Woede helpt niet. 25 piek, zei een meisje in het centraal station tegen me. Ze was nog geen 14. En ze hield in de hand zo'n strook foto's die je zo maakte in doen. Zo'n pasfotoautomaat. Ze zat op de knieën op het bankje en had haar jurk tot aan de oksels opgetrokken. Oh, ik weet het. Kinderen worden tegenwoordig sneller volwassen. En soms verdommen ze het om ondergoed te dragen. En fototechnisch was het niet veel waard. Maar toch. De een of andere idioot zal de foto's daar gekocht hebben. En wat dan? Dan heeft ze 25 piek. Om wat preludine of marihuana te kopen. 14 jaar. En woede, Martin Beck. Woede helpt niet. En voetballende jongens vinden in een park onder de struiken het lichaam van een meisje. En als ze dat zo zien liggen, moeten ze overgeven. En wie dat daar zo zag, zou het nooit, nooit van zijn leven meer vergeten. Misschien was ze een jaar of 9. Zo is het weer eenmaal. En woede helpt niet. Een angstige moeder gaat naar het politiebureau om te vragen of ze tot dochtertje willen zoeken. Het kind is om 7 uur buiten gaan spelen. En sinds die tijd... Alle surveillerende eenheden krijgen dan het signalement van dat meisje door. Routine. En toevallig is het dan net je beste vriend en collega, net terug van vakantie. Die wordt gealarmeerd door de voetballende jongens. En die binnen 10 minuten met 4 agenten ter plaatse is. Arme Lennart. Daar staat hij. En hij denkt aan de ouders van dat meisje die nu angstig thuis zitten te wachten. En hij smeekt uit het diepst van zijn hart dat hij er niet hoeft te zijn om de mensen de waarheid te moeten vertellen. En als de recherche dan eindelijk arriveert, heeft hij het gevoel dat hij een eeuwigheid in de regen heeft gestaan. Een eindje bij het kleine, dode kinderlichaam vandaan. Zodra de experts met hun arbeid beginnen, gaat hij weg. Hij wandelt in zijn eentje naar het districtsbureau terug. En het beeld van het dode meisje is voorgoed op zijn netvlies geëtst. En woede, beste Lennart. Woede helpt niet. En, dokter? Gewurgd met een vorm van verkrachting. Wanneer? Nou, in de loop van gisteravond. Laat nagaan wanneer ze gegeten heeft. En... Ja, dat weet ik. Denk je dat het in het park gebeurd is? Nou, ik kan niks vinden wat op het tegendeel wijst. Het is verdomd jammer dat het zo geregend heeft. Maakt alles weer moeilijker. Ja, ja. Nou, sterkte. Afschuwelijke zaak. Ja. Hebben jullie iets kunnen vinden? Voor zover ik weet niet. De regen heeft het meest uitgewist. Wanneer denk je dat het gebeurd is? Er is er gisteravond ook een overval gepleegd. Zat juist het rapport te bestuderen. Ik zou het niet weten. Kijken wanneer we er kunnen overbrengen. Denk je dat het dezelfde kerel is geweest? Dat hij toevallig iets gezien heeft of zo? Nou, als ze verkracht is, zal het wel niet dezelfde zijn. Iemand die roofovervallen pleegt en ook nog zedenmisdrijf, ja, is wel een beetje te veel van het goede. Verkracht, heeft de dokter dat gezegd? Hij sloot de mogelijkheid niet uit. Weten jullie al wie ze is? Ja, waarschijnlijk wel. We hebben haar geïdentificeerd van een foto die de moeder gisteravond hier gelaten heeft. Misschien.
Hij ligt in die map, pak hem maar. Een amateurkiekje. Op de foto staat het meisje dat nu dood in het Van Adenspark ligt, tegen de boom geleund. En lacht in de zon. Laat ik niet aan dat meisje denken, die van niet. Ik denk nu aan het groen van dat park. Maakt niet uit welk park. Neem het Tantopark. Desnoods het Van Adenspark. Groen. Groen. Al dat prachtige groen dat mijn nachtmerries zou bezorgen. Geleund tegen een boom. En lacht in de zon. Weten haar ouders het al? Nee. Hier is de adres. Mevrouw Karin Karlsson, Sveawegen 83. Het meisje heette Eva. Het zou het beste zijn als iemand, als jij erheen gaat. Nu, voordat ze het op een onaangename manier te horen krijgt. Het is zo al onaangenaam genoeg. Maar goed, oké, ik zal wel gaan. Iemand moet het doen. Het is geen wonder dat we een tekort aan mensen hebben. Het moet wel gek zijn om smerig te worden. Heb je haar nog niet gevonden? Zullen we niet gaan zitten? Wat is er gebeurd? Heb je haar gevonden? Ja. Het zou u zo goed willen zijn te gaan zitten, mevrouw Karlsson. Waar is uw man? Ik heb geen man. Ik ben gescheiden. Waar is Eva? Wat is er gebeurd? Mevrouw Karlsson, ik vind het heel erg dat ik u dit moet zeggen. Uw dochtertje is dood. Is er misschien iemand die we kunnen laten halen om uw gezelschap te houden? Uw ouders misschien? Het is niet waar. Het spijt me heel erg, mevrouw Karlsson. Maar hoe? We zouden met vakantie gaan. We weten het nog niet precies. Wij denken dat ze in handen van iemand gevallen is. Gedood. Vermoord. Ja. Eva niet. Dit is Eva niet. U hebt u vergist, huis. Nee, nee. Spijt me, mevrouw Karlsson. Is er misschien iemand die je kan bellen? Iemand die je kan vragen hier te komen? Uw ouders bijvoorbeeld? Of iemand anders? Nee, die niet. Ik wil niemand hier hebben. Uw gewezen man? Die woont geloof ik in Malmö. Welke dokter hebt u, mevrouw Karlsson? Dokter Ström. We zijn woensdag nog geweest. Eva had al een paar dagen buikpijn. En omdat we met vakantie zouden gaan, vond ik het beter. Eva is nooit ziek. Die buikpijn ging weer over. De dokter dacht dat het een infectie was die gauw weer over zou zijn. Buikgriep of zo. Nu is ze weer beter. Hoe staat het ermee? Ik zou het niet weten. Het is de regen. Het heeft de hele nacht gegoten. Als ze voetafdrukken vinden, zijn dat vermoedelijk de mijne. Ik ben hier gisteravond geweest, even na 10:00. Oh. De overvaller heeft een vrouw neergeslagen. Nog geen 50 meter vandaan. Ik heb het gehoord. Ze had haar fruitwinkel gesloten en was op weg naar huis. Had de hele kassa bij zich. Oh. De hele kassa. De mensen zijn niet goed wijs. En dat meisje, dat moet daar toen al gelegen hebben. Waarschijnlijk wel. Het was al gaan regenen toen we hier kwamen. Een surveillance team en burger van het negende district was 3 kwartier voor de overval nog hier geweest. Toen moet ze er ook al gelegen hebben. Zochten ze de overvallen? Ja. En toen hij hier was, waren zij bij de Uglevikfontein. Het was de 9e keer. Hoe is het met die vrouw? Geval voor de ambulancewagen. Meteen naar het ziekenhuis. Een shock, een gebroken kaakbeen, 4 uitgeslagen tanden en een gebroken neusbeen. Ze heeft alleen kunnen zien dat het een man was en dat hij een rode zakdoek voor zijn gezicht had. Fantastisch goed signalement.
Had ik de hondenwagen maar gehad. Wat? Die voortreffelijke maat van jouw bek. Die zei toen ik de vorige week op bureau was dat ik de hondenwagen erop af moest sturen. Misschien had een van de honden dan... Ja, dat had gekund, ja. Is er seks in het spel? Vermoedelijk wel. In dat geval is er waarschijnlijk geen verband tussen beiden. Nee, vermoedelijk niet. En wanneer komt die bek eigenlijk terug? Morgen. Zo. Nou, leuke start voor hem. Hij is jullie beste man wat verhoren betreft, niet? Ja. Dan zal hij de moeder wel moeten verhoren, of niet soms? Waarschijnlijk wel, ja. Ik moet er niet aan denken. Wat een ellende. Het hoort bij het werk. Soms kun je er niet onderuit. Ja. Jij moest het haar gaan vertellen, hè? Ja. Maar gelukkig kon haar dokter meteen komen. Hé, hey, wil je misschien mee naar het bureau rijden? Nee, laat ik dat maar niet doen. Laat me nog maar wat lopen. Zoals je wilt. Ik denk dat het beter is dat dit verhoor wordt afgenomen door een vrouw. De inspectrice van de zedenpolitie. Oh ja? Weet je iemand? Sonja Hansson. Is dit niet die jonge dame die jullie bijna van het leven hebben beroofd... door als lokaas te laten dienen voor die lustmoordenaar? Ja, dat is ze. Gewoon een wonder dat ze bij het korps is gebleven. Ja. Hoe maakt mevrouw Karlsson het? Ja, hoe zal ze het maken? Het is nog geen 24 uur geleden dat ze hoorde dat haar dochtertje gebeurd is. Ondanks alle spuitjes en tabletten is ze nog helemaal niet over die schok heen, dat is duidelijk. Ja, maar dit gesprek kan toch niet uitgesteld worden. Afgezien van deze enige getuige beschikken we over geen enkel bruikbaar spoor. Nog over enig aanknopingspunt. Ja, ik weet het. Spijt me dat je meteen al in zo'n onaangename zaak terecht moet komen. Maar zo is het nou eenmaal. Ja. Ga je gang dan maar, Martin. Goed. Die Sonja Hansson lijkt me een geslaagde keus. Dank u. Moeilijk voor u zal zijn, mevrouw Karlsson. Maar helaas zijn er bepaalde vragen die we nu eenmaal moeten stellen. Ja. U heet dus Karin Elisabeth Karlsson. Ja. Wanneer bent u geboren? 7 april 1960. Wilt u proberen uw hoofd en een microfoon gekeerd te houden als u antwoord geeft? 7 april 1937. Burgerlijke staat? Wat? Ik bedoel of u ongetrouwd bent, getrouwd of gescheiden? Gescheiden. Hoe lang? 6 jaar. Bijna 7. En hoe heet uw voormalige echtgenoot? Siegfried Erik Bertil Karlsson. Waar woont hij? In Malmö. Ik bedoel, daar staat hij ingeschreven. Dat dacht ik tenminste. Dacht u dat? U weet het niet zeker? Hij is zeeman. We kunnen er nog niet achter komen waar hij momenteel voor blijft. Had uw man dan geen onderhoudsplicht jegens uw dochtertje? Ja, maar hij schijnt al verschillende jaren niet betaald te hebben. Hij heeft nooit veel om Eva gegeven. En uw dochtertje heette Eva Karlsson. Nog meer voornaam? Nee. En ze was geboren op 5 februari 1959. Ja. Zou u zo vriendelijk willen zijn om zo nauwkeurig mogelijk te vertellen wat er vrijdagavond gebeurd is? Gebeurd? Er is niks gebeurd. Eva ging buitenspelen. Hoe laat was dat? Even na 7. We zat aan de tv zitten kijken. We hadden gegeten. Hoe laat had u gegeten? Om 6 uur. Ja, we aten altijd om 6 uur, als ik thuis kwam. Ik werk op een fabriek van lampenkappen. En op de terugweg haal ik even op uit het kinderverblijf... waar ze 's middags na schooltijd zelf heen gaat. En dan doen we samen boodschappen onderweg. Wat had ze die avond gegeten? Gehakt. Mag ik een beetje water? Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Fijn, dank u wel. Alsjeblieft. Gehakt en aardappelpuree. We hadden ijs toe. En wat had ze gedronken? Melk. Wat hebben Eva en u daarna gedaan? Naar de tv gekeken.
Er was een kinderprogramma. En om 7 uur ging ze dus naar buiten. Ja, het regende niet meer. En toen begon het journaal op de tv. En ze geeft niet zo om het nieuws. Ging ze alleen? Ja, het was nog helemaal licht op straat. En de zomervakantie was begonnen. Ze mocht tot 8 uur buiten spelen. Vindt u dat... Vindt u het onverantwoordelijk voor mij? Oh, zeker niet, helemaal niet. Daarna hebt u haar niet meer gezien. Nee, niet voor... Nee. Kan... Nee. De identificatie, daar hoeven we het nu niet over te hebben. Hoe laat werd u ongerust? Ik weet het niet. Ik was de hele tijd ongerust. Ik ben altijd ongerust als ze niet thuis is. Ze is het enige. Maar hoe laat begon u haar te zoeken? Niet voor na 8:30. Maar ze is niet altijd even precies. Ze blijft soms bij een vriendinnetje hangen zonder op de klok te kijken. U weet hoe het gaat als kinderen aan het spelen zijn. Mm-hmm. Zeker, ik begrijp het. Hoe laat begon u te zoeken? Om ongeveer 9:15. Ik kende 2 speelkameraadjes van haar leeftijd, waar ze wel eens naartoe ging. Ik heb de ouders van het ene meisje opgebeld, maar ik kreeg geen gehoor. Ja, de familie is de stadtijd. We hebben een zomerhuisje gehaald voor een weekend. Oh, dat wist ik niet. Eva ook niet, geloof ik. En wat hebt u toen gedaan? Nou, de ouders van het andere meisje hebben geen telefoon. Ik ben naar ze toe gegaan. Hoe laat was dat? Oh, ik kan daar niet voor 9 geweest zijn. Want de buitendeur zat op slot. En dat duurde even voor ik erin kon. Ik heb moeten wachten tot er iemand kwam. En Eva was er inderdaad geweest, na 7:00. Maar het andere meisje mocht niet mee. Haar vader zei dat hij het te laat vond voor kleine meisjes om buiten te spelen. Was ik dat nou maar? Het was nog helemaal licht. Er waren overal mensen. Is uw dochtertje onmiddellijk weer weggegaan? Ja, ze zou naar de speelplaats gaan, had ze gezegd. Welke speelplaats zou ze volgens u bedoeld kunnen hebben? Ja, die in Vanadespark. Daar gaat ze altijd naartoe. Zou ze niet de andere speelplaats bedoeld kunnen hebben, die bij de watertoren ligt? Nee, dat geloof ik niet. Maar daar ging ze nooit naartoe. En zeker niet alleen. Is het mogelijk dat ze andere speelkameraadjes ontmoet heeft? Nee, ik zou niet weten wie. Ze speelde altijd met die 2. Toen u haar dus niet vond, wat hebt u toen gedaan? Ik ben naar de speelplaats van Sfide om daar te kijken. Die was leeg. En toen? Ja, ik wist niet wat ik toen nog meer kon doen. Ik ben naar huis gegaan en heb zitten wachten. Ik heb voor het raam naar haar uit staan kijken. Wanneer hebt u de politie gebeld? Oh, later pas. Om 9:55 zag ik een politieauto stoppen bij het park. En daarna een ambulancewagen. Het was weer gaan regenen. Ik trok mijn jas aan en rende er naartoe. Ik heb met die agent gesproken die daar was, maar die zei dat het een oudere dame was die zich bezeerd had. En toen bent u weer naar huis gegaan? Ja. En toen zag ik dat het licht brandde. Ik was zo blij dat ze thuis was gekomen. Maar ik had zelf vergeten het licht uit te doen. Hoe laat hebt u de politie gebeld? Toen het over 10:30 was geworden. Ik hield het niet langer uit. Ik heb een vriendin opgebeld, een collega. Ze woont in Heukelenken. Ze zei dat ik onmiddellijk de politie moest bellen. Volgens de gegevens hebt u om 10:50 gebeld. Ja. 10:50. Daarna ben ik naar het politiebureau gegaan. Ja. De Soebronskatten. Dat waren ze heel aardig. Ik moest ze vertellen hoe Eva eruit ziet. Zag wat ze aan had. Ik had een foto meegenomen. Zodat ze konden zien hoe ze eruit zag. Ze waren ontzettend vriendelijk. De agent die alles opschreef, zei dat er zoveel kinderen zoek raken of verdwalen. Of bij een vriendinnetje thuis blijven spelen. Dat ze allemaal na een paar uur weer terechtkomen. En ja? En hij zei ook, als er wat gebeurd was, een ongeluk of zo, ze dat gehoord zouden hebben. Hoe laat was u weer thuis? Toen was het over 12. Ik heb de hele nacht opgezeten. De hele nacht. Ik zat te wachten of er iemand zou bellen. De politie. Ze hadden mijn telefoonnummer, maar er belde niemand. Toen heb ik ze nog maar een keer gebeld. Maar de agent zei dat hij mijn nummer had genoteerd. En dat hij onmiddellijk zou bellen als... Maar ja, er belde niemand. Helemaal niemand. 'S Ochtends ook niet.
En toen kwam die ene agent, een burger. En die zei... Hey, ik geloof niet dat we daar verder op in hoeven te gaan. Oh, nee, nee. Uw dochtertje is een paar maal in aanraking geweest met vieze mannetjes. Is dat niet zo? Ja. Vorig jaar herfst. 2 maal. Ze dacht dat ze wist wie het was. Iemand die in hetzelfde huis woonde als Ivor. Dat speelkameraadje dat geen telefoon had. Die in de Haga gaat dan? Ja, ja. Ik heb het aangegeven bij de politie. Ze zijn toen hier geweest in hetzelfde gebouw. En Eva moest alles vertellen. Dat verhoor heb ik destijds zelf afgenomen. Het bandje hebben we al tevoorschijn gehaald. Lennart heeft het doen. En wat ik nog wilde vragen, mevrouw. Is Eva later nog wel eens lastig gevallen door die man? Nadat u hem bij de politie had aangegeven? Nee. Nee, niet dat ik weet. Heeft ze niks van gezegd. Ze vertelde me altijd alles. Wel, mevrouw Carlson. Dat was het dan. Oh, juist, ja. Neemt u me niet kwalijk dat ik het zo vraag. Maar waar was u van plan nu heen te gaan, mevrouw? Ik weet het niet. Niet naar huis. Ik ga met u mee. En kunnen we er onderweg over praten. We zullen wel een oplossing vinden. Oh, dank u. Dat is erg aardig van u. Ja, nou, tot zover dan het verhoor van mevrouw Carlson. Je had Sonja moeten zien, zegt ze, als ze daar aan die tafel zat tegenover die vrouw. Volmaakt onbewogen leek ze. Er was geen enkele verandering aan te merken. En ze is niet één enkele maal van dat onderwerp afgeweken. Mm, dat viel me op. Het heeft het goed gedaan. Die oude vent in wiens hand het meisje toen gevallen is vorig jaar herfst. Ja? Die heb ik meteen laten halen. Oh, en? Voorlopig blijft het uitsluitend al alleen een succesje voor onze computer. Dit met de snotter en beweert dat hij het niet gedaan heeft. En dat bewijst? Niks natuurlijk. Hij heeft even met een alibi. Beweert dat hij thuis heeft liggen slapen. Hij weet het niet precies meer, zegt hij. Hij weet het niet meer? Het is een ongeneeslijke alcoholist. In ieder geval weten we dat hij tot hij er om 6 uur uitgegooid werd... in de Reuda-Baguette heeft zitten hijsen. Het ziet er niet al te best voor hem uit. Wat heeft hij dan de vorige keer uitgehaald? Gewoon exhibitionisme, voor zover ik weet. Uh-huh. Ik heb de band met het verhoor van het meisje hier. Ook al een triomf van de techniek. Wat heb jij? En niks. Jouwe lul. Ik kom geen stap verder met hem. Oh, nou weer wat op zijn verhaal komen. Lijkt totaal uitgeput. Jij ook? Nou, laat mij nou maar. Nou, wat denk je ervan? Ik denk niks. Ik weet het niet. Ik geloof dat ik ziek ga worden. Later. Niet nu. Zullen we nu die band afluisteren? Best. Toen kwam die meneer dus op jullie af. Ja. Ivor en ik stonden bij de bushalte. Wat deed hij? Nou, hij rook vies. Hij liep zo raar en toen zei hij... Dat was toch zo gek? Weet je nog wat hij zei? Ja. Hij zei... Dag meisjes, willen jullie een röntgenfoto van me nemen? Dan krijgen jullie 5 kronen. Luister eens, Eva. Wist jij wat hij daarmee bedoelde? Nee, het was zo raar. We wisten wel dat een röntgenfoto was, zoals in het ziekenhuis, hè, maar... Ja, dat kunnen wij toch niet? Wij hebben toch niet zo'n ding? En wat hebben jullie toen gedaan, nadat hij dat gezegd had? Nou, hij zei het een paar keer. En toen ging hij weg en toen zijn we hem achterna gelopen. Achterna gelopen? Ja. Geschaduwd, net als op de tv. Durfden jullie dat? Ja, het was toch niet gevaarlijk? Nou, jullie moeten oppassen voor dat soort manieren. Hebben jullie toen gezien waar hij naartoe ging? Ja. Hij ging het huis in waar Ivor woont en 2 verdiepingen hoger dan waar zij woont... pakte hij een sleutel uit de zak en toen ging hij naar binnen. En zijn jullie toen naar huis gegaan? Nee. We zijn de trap opgeslopen en we hebben op de deur gekeken, want daar stond op hoe die heette. Oh ja. En wat stond er op de deur? Olafsson, geloof ik. We hebben ook nog aan de brievenbus geluisterd, voor hem in zichzelf praten. Heb je het aan je moeder verteld? Het was toch niks bijzonders? Maar het was wel heel gek. Maar wat er gisteren gebeurd is, heb je wel aan je moeder verteld, hè? Ja, dat van die koeien, ja. Was het dezelfde manier? Ja. Weet je dat heel zeker? Bijna. Hoe oud denk je dat die meneer is? Nou, minstens 20 of zo. Hoe oud denk je dat ik ben? Nou, ja, 40, 50. Is die meneer ouder of jonger dan ik volgens jou? Veel ouder. Veel ouder. Hoe oud bent u?
28. En zou je me nu willen vertellen wat er gisteren gebeurd is? Ja. Hij voor en ik waren aan het hinkelen in de hal. Mm-hmm. En toen kwam hij er aan en hij ging daar staan en vroeg... Meisjes, willen jullie niet met mij naar boven gaan? Dan kunnen jullie zien hoe ik mijn koeien melk. Mm. En wat deed hij verder? Nou, hij kan toch geen koeien in de kamer hebben? Niet echt. Wat zeiden jullie toen? Eivor en jij? Ja, we zeiden niks, maar daarna zei Eivor dat de street niet mooi zat en dat ze daarom met niemand mee naar huis wou. En ging die meneer toen weg? Nee. Hij zei dat hij zijn koeien dan hier maar moest melken. En toen knoopte hij zijn broek los en... Ja? Zeg, denkt u dat als Eivor de street niet losgegaan was, dat we dan vermoord hadden kunnen worden? Wat spannend. Nee, dat geloof ik niet. Die meneer deed dus zijn broek los, zei je? Ja, en toen haalde hij dat... Dat ding tevoorschijn waar meneer mee plassen. De rest moet je straks maar horen als ik naar de kantine ben. Oké, Lennart, oké. Je hebt vannacht niet geslapen, wel? Nee, dacht ik. Dat je naar mijn huis moest gaan. Een beetje uit te rusten. Het mooie van het geval Jezus, is... Jezus, wat zeg je me nou? Jawel. Hij is nu bekend. De vorige keer heeft hij halstarrig ontkend. En de meisjes werden hoe langer hoe onzekerder toen ze hem moesten identificeren. En dus is het niets geworden. Maar nu heeft hij bekend. Hij beweert dat hij beide keren dronken geweest moest zijn. Want anders zou hij het nooit gedaan hebben. Zo. Hij bekent dus? Ja. Laten we die vent los? Nee, we laten hem niet los. In de Maria Polikliniek gewerkt te hebben om te zien dat die Olofsson aan de drank verslaafd is. Wat een wrak. Ja. Als ik nog langer tegen hem aan had moeten kijken, was ik net zo gaan rillen, denk ik. Dus kijken. Na 2 uur op hem inpraten beweert hij nog dat hij vrijdagmiddag linea recta van de kroeg naar huis is gegaan. Maar wel bekend hij dat hij in juli 1964 200 kroon heeft gestolen en een fiets toen hij 18 was. En verder doet hij niks als huilen. Intussen kunnen we niemand vinden die zijn alibi kan bevestigen. Of willigen. Mm-hmm. En zolang geen van beiden lukt, stuur ik hem terug naar zijn cel. Lammeling. Al die weerzinwekkende details. Het rapport van de lijkschouwing is binnen. Ja, ik heb het gelezen. Niets dan negatieve informatie. Het broekje ontbreekt. De technische dienst heeft het nergens kunnen vinden. Een wit tricotbroekje, maat 36. Bekend merk. Zeg, hebben die stencils nog wat resultaat opgeleverd? Godverdomme ja. Enorm. 500 stencils worden huis aan huis uitgedeeld. En hoeveel reactie denk je dat we binnenkrijgen? 1. Van een 18-jarig meisje dat Maiken Jansson heet en op Sveavegen 103 woont. Dochter van een bedrijfsleider. Zij en een oude vriend van haar hielden zich in het Fanadisch Park op tussen 8 en 9 uur. En? Niets gehoord, niets gezien. Wat deden ze dan in het Fanadisch Park? Ze waren even van een familiefeestje weggeglipt om een luchtje te scheppen. Om een luchtje te scheppen? Ja, vermoedelijk tussen de benen. Neem aan dat dit een staaltje van jouw zo beruchte marinehumor is, Gunvald. Precies. Als je het niet aanstaat, dan hoor ik het wel, hè? Het staat me niet aan. Kalm aan, jongens. Alsjeblieft. We zijn allemaal een beetje over onze toer heen. Als jij nou eens naar huis ging, Lennart, hè, om een paar uur te slapen. Gunvald en Wilander kunnen hier het werk wel aan. Ga ik de archieven maar eens doorlopen. Tot morgen, Lennart. Oké. Tot morgen. Moet jij eens luisteren, Gunvald? Die vent is zo teerhartig geworden sinds zijn vrouw in verwachting is. Luister, Gunvald. Ik kan je niet vertellen dat er dagen zijn waarop je collega's moet ontzien. Maar ik kan jou wel zo onder werk begraven dat je geen tijd meer hebt voor humor, van welke soort dan ook. Daar in die kamer, in Lennarts kamer, ligt een stapel rapporten waar zelfs jij niet terug voor zal hebben. Ga je gang maar. Ik heb zelf een berg paparazzi. Je bent van nu af aan gevrijwaard voor elk telefoongesprek. En doe de deur achter je dicht. Ook goed. Zo ken ik je niet, Martin. Mogelijk. Ja? Martin, ben jij dat? Ja, wat is er aan de hand? Martin, er is een nieuw geval. Hij heeft weer toegeslagen in het Tantopark bij het Openluchttheater.
meisje lag op de rug in het gras met de armen boven de hoofd. Haar gezicht met half gesloten ogen en open mond was naar boven gekeerd. Een springtouw van geel plastic zat een paar maal om de nek gewonden. Ze had een geel katoenen jurkje aan, zonder mouwen. Aan de voeten witte sokjes en rode sandalen. Ze moest een jaar of 10 zijn. Ze was dood. Het hele terrein is afgezet, zo goed als het gaat tenminste. Hoe lang is het geleden dat ze gevonden werd? De eerste auto arriveerde hier 25 minuten geleden. En jullie hebben geen enkel signalement? Nee, jammer genoeg niet. Wie heeft haar gevonden? Een vrouw die naar de volkstuintje was geweest. Had in de hele stad geen betere omgeving kunnen kiezen. Slechtere bedoel je? Tja, gemakkelijk genoeg om hier weg te komen. Volkstuinen, verderop een rij scheepswerven, magazijnen, werkplaatsen, schrootopslagplaatsen, krotten. Hopeloos. Die krijgen we nooit te pakken. De tweede in de tijd van 3 etmalen. Ja, en die gek is nog steeds de vrije voeten. Weet je al of er iemand met de ouders van het meisje gesproken heeft? Ja, dat onaangename karwei hoeven wij niet op te knappen. Ik kwam eens met die vrouw gaan praten die het gevonden heeft. Die woont in de Tantogatan, dus we zullen allemaal thuis zijn. Oké, ik blijf hier. Nee, jij gaat naar huis. Wat er ook gebeurt, je gaat nu naar huis, Lennart. Bart. Ja, je hebt gelijk. Om kort te gaan. De vrouw die Annika gevonden heeft, herkende haar meteen omdat ze in hetzelfde huis woont. Eerder op de dag heeft ze het nog gezien op de speelplaats achter het flatgebouw. Ze had touwtje gesprongen met 2 meisjes van haar eigen leeftijd. Ze wist ook gelijk dat een van die meisjes Lena Oskarsson heette. 10 jaar oud was en op dezelfde galerij woonde. Die Lena is erg lang voor de leeftijd. Ziet er lief uit, is nogal verlegen. Zij en het vermoorde meisje hadden die dag nog samen gespeeld. En ze was dan ook danig onder de indruk. Ze beweert dat Annika, zijzelf, een vriendinnetje Ulla en een jonge broertje Bosse naar het Tantopark zijn gegaan omdat je daar kon schommelen. Ze denkt dat het 1:30, 2:00 was. Ze heeft niet gezien dat Annika daar iemand heeft ontmoet. Ze heeft er ook met niemand zien praten, daar is ze pertinent zeker van. Het schijnt dat ze een beetje ruzie hebben gekregen over wat ze zouden spelen, verstoppertje of hinkelen. En Annika is boos geworden en weggelopen. Om precies te zijn, ze zegt hier, Annika liep gewoon weg en Ulla en ik waren bezig een hinkelveld te tekenen en toen hebben we niet gezien wanneer ze wegliep. Ze hebben dus gehinkeld. Ineens merken ze dat Bosse verdwenen is. Toen zagen ze ook dat Annika weg was. Dus gingen ze Bosse niet meteen zoeken, want ze dachten dat hij met Annika was meegegaan. Maar na een poosje kwam Bosse weer terug. Toen dachten ze dus dat Annika naar huis was gegaan. Ze hebben het niet aan Bosse gevraagd en hij zei ook niks. Niet lang daarna zijn ze zelf naar huis gegaan. Nou, wat was het dan? Ja. Wisten ze nog hoe laat het was dat Annika van die speelplaats verdween? Nee. Geen van de kinderen had een horloge. Maar het was tegen 3 toen ze thuis kwamen. Hadden ze nog andere mensen in het park gezien? Daar hebben ze niet op gelet. Lena had het nog over een mevrouw met een hondje dat ze niet mocht aaien. Ja, dat kan gevaarlijk zijn, vreemde honden aaien. Ja. Ik heb mijn nummer gegeven en ik heb de moeder gevraagd me te bellen als de kinderen zich misschien nog iets mochten herinneren wat bijzonder is. Iets bijzonders, hè? Mm-hmm. Ik heb het voorlopige rapport van de technische dienst binnengekregen. Wat denk je? Ook deze keer heeft die rotzak een broekje meegenomen. Een wit broekje, maat 36. Ah, lendeling. En wat doen we nou met die Olafsen? Nou, laat die maar los. Maar verlies hem niet uit het oog. Nou, dat was dan wat je noemt een korte en weinig hoopvolle bespreking. Hebben jullie het perscommuniqué al gelezen? Nee, maar ik kan het me voorstellen. We doen ons best. Goed dat de politie is. We laten een luchtopname maken vanuit helikopters van beide parken. We trekken meer dan 1000 tips na. We zijn bezig alle ons bekende exhibitionisten, gluurders en andere personen met afwijkend seksueel gedragspatroon na te gaan. En we raken allemaal overwerkt en doodop door gebrek aan slaap. Maar resultaten, Omar. Er zijn 2 getuigen. Oh ja, en wie zijn dat dan?
Nou, in eerste plaats dat jongetje Bassen in het Tantopark. Een jochie van 3, een kleuter. Precies. Je weet net zo goed als ik dat de meisjes van de zedenpolitie geprobeerd hebben met hem te praten. Hij kan nog niet eens praten. Dat is net zo'n slimme opmerking als toen je tegen me zei dat ik die hond moest verhoren. Wat? Nou, let maar niet op hem. En wie is getuige nummer 2? Dat is de roofovervaller. De roofovervaller is mijn afdeling. Inderdaad, arresteer hem dan. Nou, verdomme, wat denk je dat ik de afgelopen 3 weken heb uitgevoerd? Ik en de afdeling ordehandhaving van het 5e en 9e district. Dat hebben ze de kaarten. Wil je soms insinueren dat we op onze kent hebben gezeten? Nee, dat hebben jullie zeker niet gedaan. Maar de situatie is nou heel anders. Jullie moeten hem nu te pakken zien te krijgen. En hoe dan wel? Nou? De man is een professioneel misdadiger. Dat zijn je eigen woorden. Heeft hij ooit iemand overvallen die geen geld had? Nee. Heeft hij ooit iemand overvallen die zichzelf kon verdedigen? Nee. Waren de jongens van de sectie ordehandhaving ooit in de buurt? Nee. En waar zou dat dan op kunnen berusten? Het is een vakman. Het is een vakman, precies. Toen jij een dag of 10 geleden hier was, toen wou je iets zeggen. Maar je bedacht je waarom. Waarom? Omdat je me onderbrak. Wat wou jij zeggen? Dat we een tijdstabel voor de overvallen moeten opstellen. Systematisch te werk moeten gaan. Oh? Ja. Ja, en nog wat. Die overvaller is een beroeps. Dat heb je zelf geconstateerd. En hij is zo'n goed vakman dat hij het personeel van de secties ordehandhaving kent. Misschien ook een groot aantal mensen van de afdeling geweldpleging. Misschien zelfs hun auto's. Nou en? Wil je soms beweren dat we iedereen binnen dit verrekte politiekorps moeten overplaatsen terwijl van die smeerlap? Nee, je had mensen van buitenaf kunnen aantrekken. Verschillende soorten personeel. Ook vrouwelijk bijvoorbeeld. En andere auto's. Ja, daar is het nou te laat voor. Ja, daar is het nou te laat voor. Maar aan de andere kant is het nou dubbel zo belangrijk dat we die vent grijpen. Die kerel zal zolang die moordenaar vrij rondloopt zelfs niet naar een park kijken. Inderdaad. Hoe laat werd de laatste overval gepleegd? Tussen 9 en 9:15. En die moord? Tussen 7 en 8. Zeg, luister eens, waarom vraag je naar dingen die we allemaal al lang weten? Neem me niet kwalijk, ik wou me zeker eens mezelf overtuigen. Overtuigen van wat? Dat de overvaller het meisje gezien moet hebben. En ook de man die haar van het leven heeft beroofd. Die overvaller van jou is nou niet bepaald een man die op goed geluk handelt. Waarschijnlijk moet hij zich elke keer noodgedwongen een paar uur in de buurt van het park ophouden voor hij zijn kans schoon ziet. Anders zou hij onwaarschijnlijk veel geluk gehad hebben. Zoveel geluk bestaat niet. Niet 9 keer achter elkaar, 5 keer misschien of 6. Nou, grijp hem dan. Moet ik het op mijn roep doen op zijn rechtsgevoel, zodat hij uit eigen beweging hier komt om mee te werken. Ja? Ja, waarom niet? Maf zijn jullie. Jullie goedgelovigheid ten aanzien van de onderwereld is werkelijk... Ik kan er geen woord voor vinden. Op het moment zal het een rotzooi zijn wat jij wel of niet vindt. Vind die kerel. Maak gebruik van verklikkers. Dacht je soms dat ik dat niet al gedaan? Waar die rots ook uit hangt. Of dat nou op de Canarische eilanden is, of dat hij zich gedrukt heeft in een tent waar ze drugs verkopen in Zuid. Maak gebruik van verklikkers. En op een grotere schaal dan tot nu toe. Maak gebruik van elk contact dat we hebben in de onderwereld. Schakel de kranten in, de radio, de televisie. Dreig, koop om, overtuig, doe belofte, doe wat dan ook. Maar vind die kerel. Denken jullie dat ik niet intelligent genoeg ben om dat zelf ook te bedenken? Je weet hoe ik over jouw intelligentie denk, Bunneveld. Ja, dat is me bekend. Goed. Dan gaan we maar van start. Klaar voor de aanval. Misschien lukt het. Wie weet. Nou, Gunvald is niet zo stom als hij eruit ziet. Nee. Zeg, Melander. Ja? Wat is er met jou aan de hand? Hetzelfde als met jou. Wat dan? Ik ben bang. Dit was het 7e deel van Moordbrigade Stockholm. Een serie hoorspelen naar de politieromans van Sjöwall en Walleu door Anton Quintana. Martin Beck werd gespeeld door Jan Borkus. Zijn vrouw door Willy Bril. Hans Karsenbar speelde Lennart Kolberg. Huip Orizant, commissaris Hammer. En Hans Hoekman, Gunvald Larsson. Melander werd gespeeld door Paul van der Lek. En Sonja Hansson door Barbara Hofman. V.C. Rone speelde mevrouw Karelson en Gerry Mantel, Eva. De dokter was Jan Verkoeren. De muziek voor deze serie werd naar Zweedse volksliedjes geschreven door Kees Smal en uitgevoerd door Letty de Jong en Harry Moten. Regie Ad Leupler.